Minister-president van Nederland, wat is dat eigenlijk? Geen staatshoofd, geen president, maar wat dan wel? Premier, zeggen we voor het gemak, de eerste van de ministers. Of is het toch iets meer? Er is nauwelijks iets geregeld over de rol van de minister-president. Hij is regeringsleider, maar verder. Niet de functie maakt de man, maar de man maakt de functie, blijkt al sinds de oude Drees. De ene premier sluiten we in onze harten, de andere zetten we weer als een klungel of erger. Wat is de macht van onze minister-president? Hoe is zijn functie door de jaren heen veranderd? Ik praat erover met oud-Tweede Kamervoorzitter Gerry Verbeet, ervaringsdeskundige op het gebied van premier, zou je kunnen zeggen, en met Frits Wester, parlementair journalist. Mevrouw Verbeet, we mogen nu Gerry zeggen, want je bent ambteloos burger. Ja, hè, inmiddels. Absoluut. Ja. Ja. Je hebt net afscheid genomen dus als voorzitter van de Tweede Kamer. Is het afkikken geblazen? Valt het zwaar? Nou, valt me eigenlijk wel mee. Ik vind het, ik heb natuurlijk zelf de beslissing genomen. Dat maakt heel veel uit, denk ik. Als het je opgelegd wordt, is dat toch anders dan wanneer je het zelf beslist. Je moet alleen een beetje wennen aan jezelf organiseren. Ik hoorde dat Wellink een tijdje geleden ook zeggen. En ik hoop net zo'n steile leercurve te hebben als het om de agenda gaat. Ja. Ik ga niet je leeftijd noemen, maar je bent van 1951. Ja. Wanneer heb je voor het eerst rekenschap van gegeven dat er zoiets was als een minister-president? Nou, ik denk dat ik met het kabinet Den Uyl was het natuurlijk heel sterk, maar ook daarvoor al. Mijn ouders waren heel politiek bewust. Ik kan me de kabinetten Drees ook nog herinneren. Wat ik altijd heel grappig vond, dat mijn opa het altijd had over de oude Drees, terwijl hij zelf ouder was. Maar dat leefde bij ons thuis wel enorm. En vooral Drees natuurlijk, omdat mijn grootvader tegelijk met zijn schoonmoeder AOW kreeg. Ja. En voor die tijd werd opoe van Dalen, zoals genoemd werd, iedere keer van dochter naar dochter verplaatst. Hè, want niemand had geld genoeg om haar helemaal in de kost te hebben. Dus die politiek had hun leven zo verbeterd. Het was echt vadertje Drees. Echt vadertje Drees. Ja, ja. Voor jou Frits, wanneer de eerste minister-president in je bewustzijn? Toen was ik een jaar of 12. Dat was welk jaar hebben we het dan over? We hebben het over 74, het WK voetbal in Duitsland. Oh, en de eerste beelden, Joop den Uyl met het Nederlands elftal door de tuin van het Katshuis. En dat was voor mij eigenlijk het eerste moment, want ik keek toen bij vriendje altijd WK voetbal, want die hadden kleuren televisie. En toen was hij ook meteen ome Joop, neem ik aan. Nee, ja, ome Joop, ja, voor mij niet zozeer. Mijn vader had toen wel zoiets, die in die jaren als Joop den Uyl op televisie kwam, had je nog geen afstandsbediening en Wim Kok kwam op televisie, ik kom uit een antirevolutionair nest. Dan liep mijn vader naartoe en zette hij met het andere net, want dat was slecht voor zijn bloeddruk. En toen Wim Kok later afscheid nam als premier, zei mijn vader, wie moet het nu doen? We hebben niemand anders. Kortom, die evolueerde ook in de tijd. Ja, ja. Wie was de beste premier of minister-president sinds 45 volgens jou? Ik vind een van de meest onderschatte premiers in de jaren Piet de Jong. Die werd toen in die jaren als ouderwets voor ouderwets versleten. En dat hij geen beslissingen nam. Maar die man nam heel wel overwogen beslissingen. En leidde Nederland toch in die roerige jaren 60 heel rustig de jaren 70 in. Oké, de meest onderschatte in ieder geval. We gaan het erover hebben. 15 ministers, presidenten in 28 kabinetten telde Nederland sinds 1945. De eerste was Willem Schermerhorn, naoorlogs puinruimer onder toen nog koningin Wilhelmina. In zijn kabinet zit een minister van Sociale Zaken die later als premier een groot stempel op de Nederlandse politiek zal drukken. Zijn naam is natuurlijk al gevallen, Willem Drees, in 1948. Hij is dan al 62, leidt Drees zijn eerste kabinet. Hij zou 10 jaar achtereen minister-president blijven. In de donkere dagen van heden klinkt een roep die je wekt, kameraad. De gevolgen van de oorlog hebben ertoe geleid dat ons volk grote lasten te dragen heeft gekregen. Maar de offers zijn niet te vergeefs gebracht. En er is naar gestreefd de zwaarste lasten te doen dragen door de sterkste schouders. Achter deze ruggen gaat onze minister-president schuil, die op Schiphol journalisten te woord staat voor zijn vertrek naar Amerika. Dr. Drees gaf onder andere de volgende uiteenzetting over zijn reis. Ik ga naar Amerika op uitnodiging van de Amerikaanse regering. Zowel met de bedoeling om met verschillende aspecten van het Amerikaanse leven kennis te maken, als om besprekingen te voeren. Dr. Drees is de eerste Nederlandse minister-president die voet zet op Amerikaanse bodem. En het bezoek van Dr. Drees aan de Verenigde Staten en zijn gesprekken met vele vooraanstaande Amerikanen zullen in vele opzichten een beter begrip hebben gewekt voor ons land en zijn positie in de Europese gemeenschap. Staan we weer voor de toekomst paraat?
Willem Drees dus. Tussen 1948 en 1958 leidt hij 4 kabinetten. Hij is gedreven, behoedzaam, zuinig. Daar zijn tal van anekdotes over. En sociaal voelend. Legt de basis voor wat we later de verzorgingsstaat gaan noemen. Vandaar dat hij als sociaaldemocraat vadertje Drees werd genoemd. Wat was zijn kracht, Frits? Nou, ik denk als je terugkijkt in de geschiedenisboeken, lezend erover, dat hij toch na de oorlog, toen het land verdeeld was, hoe nu verder allemaal, ja, heel samenbindend kon zijn. En eigenlijk premier was toen al van alle Nederlanders. Nou ja, de AOW heeft hij zelf als minister van Sociale Zaken, zeg maar, de grond voorgelegd met de noodvoorziening voor ouderen. Later werd dat echt de AOW. Dat was natuurlijk voor heel veel mensen een opluchting dat zoiets ging gebeuren. Ik weet uit de verhalen dat mijn oma voor het eerst AOW kreeg. En dat dankte zij aan Drees. Ik heb mijn oma helaas nooit gekend. Maar dat was wel het beeld uit de jaren. En natuurlijk een hele moeilijke periode meegemaakt toen het ging om de decolonisatie in Indië. Ja. En daar heeft hij toch de boel redelijk doorheen geloodst. Dat was een hele ingewikkelde periode. Ja. Zowel de sociale staat als dat toen allemaal en de wederopbouw. Ja. Gerdy Verbeet, was hij de gedroomde sociaaldemocraat? Nou, als je aan hem denkt, dan is hij eigenlijk toch ook heel weinig ideologisch geweest, hè? Dat als je zo meer een man, kok dan de nuil. Meer een kok dan de nuil, ja. Ja. En ik denk dat dat voor mensen die niet sociaaldemocraat van huis uit zijn, zo iemand makkelijker te accepteren maken dan inderdaad iemand als de nuil. Ja, hij was populair. Is het belangrijk voor je minister-president om populair te zijn? Populair weet ik. Hij werd buitengewoon betrouwbaar geacht. Ik denk dat dat iedereen een rustig gevoel kreeg. Dat had ik trouwens zelf bij Wim Kok ook altijd. Als Kok dan of Drees dan zeggen van zo gaan we het maar doen. Dat je denkt van nou ja, zo moeten we het ook maar gaan doen. Ja. En dat is voor mensen natuurlijk een heel prettig idee. Ja, Frits Elsevier heeft een jaar of wat geleden een speciaal nummer uitgegeven over de premiers van Nederland. En daaruit kwam, er was een jury gevormd van 49 grote metoten, zal ik maar zeggen. En daar kwam Drees uit als de enige grote Nederlandse staatsman. Mee eens? Ja, ik bedoel, dat beeld is wel blijven hangen. Ik denk dat dat ook wel terecht was. Zoals Gerdy Verbeet ook zei, ja, hij was meer pragmatisch dan ideologisch bevlogen. Hij vond ook dat de Partij van de Arbeid op een gegeven moment allemaal wat te links werd met het Nieuw Links en zo allemaal. Toen, ja, hij heeft ook zijn lidmaatschap opgezegd. En zijn zoon begon toen met DS70. Maar altijd wel, ja, het imago van ik doe het wel voor jullie en vertrouw mij maar. En ja, waar mensen achteraan durfden te lopen. Dat had inderdaad Wim Kok op een gegeven moment ook. Ik zal nooit vergeten in de affaire Soriketa en Maxima. Dat Kok op een gegeven moment tegen de Kamer zei, laat me nou maar even. En iedereen nam er genoegen mee. Ja. En toen ging hij dat onderzoeken. Dat wordt later het onderzoek Bouts allemaal geworden. Maar als nu iemand dat zou zeggen, zou de Kamer zeggen, hallo zeg, volgende week wil ik weten hoe het zit. Ja. Maar Kok zei, laat me maar even. Ja. 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 Maar dat is de autoriteit van die je dan verwerft. Dat is de autoriteit, maar dat is ook het vermogen om momenten dat je enorm zou kunnen scoren, dat je dan ook een beetje gematigd bent. Ja. Dus je moet altijd zoeken naar draagvlak. In goede tijden moet je anderen wat gunnen en in slechte tijden word je dan vertrouwd. Dus, maar als je het altijd naar jezelf toetrekt als er iets gelukt is, ja, dan vinden mensen het ook moeten opknappen als het mislukt. Hè? Ja. Na 10 jaar Drees breekt een lange periode aan waarin de Katholieke Volkspartij, de KVP, inmiddels opgegaan in het CDA, het voor het zeggen heeft. Op een interim kabinetje onder leiding van de ARP na levert KVP alle Nederlandse premiers tot 1971. De eerste is Jan de Kwaai, een beminnelijke Brabander met een zekere afkeer van de politiek. De loper is uitgelegd op de trappen van het Paleishuis ten Bosch in Den Haag ter ere van de nieuwe ministers van het kabinet de Kwaai die hier door Hare Majesteit de Koningin beëdigd worden. Na ruim 9 weken heeft Nederland een nieuwe regering. Is uw bezoek aan Canada privé geweest of bent u qualitate qua daar geweest? Nee, ik ben privé naar Canada toegegaan. Het gezonde Nederlandse gezin is een onmisbaar element in onze samenleving. Onze bevolkingsgroei stelt niet slechts eisen voor wat betreft de werkgelegenheid en de productiviteit, maar evenzeer met betrekking tot het scheppen van voldoende woongelegenheid. Dat er op het moment bepaald geen reden is om te veronderstellen dat men in dat land geen goede werk en bestaansmogelijkheid heeft. Ja, we zullen het stop nog maar even opnemen, jongens. Het is verschrikkelijk. Een kopje weer. Nou ja, die Jan de Kwaai was de eerste van een lange reeks confessionele premiers die Nederland door de jaren 60 loosde. Kan jij je Jan de Kwaai nog herinneren? Ja, ik kan het me goed herinneren. Ik kan me ook herinneren dat mijn ouders dat dus niks vonden. Nee, waarom niet? Nou ja,
Er hing om hem ook altijd iets mee met de oorlog. Hè? Ja. En dat kwam natuurlijk in mijn kinderogen zijn gezag niet ten goede. Het was niet iemand van onbesproken gedrag. Hij had zijn stem niet mee, zeg ik heel eerlijk. Dus dat zijn dingen waar je als kind natuurlijk gevoeliger voor bent. Want je begrijpt nog niet echt wat er natuurlijk gezegd wordt. Nee, die scoorde bij ons thuis niet. Nee, Jan de Kwaai. Frits, heb jij daar een nee, ik ben een beeld van? Tijdens zijn bewind, om het zo maar zeggen, even zeggen, wel geboren, geloof ik. Ja. Maar wat ik me er wel van herinner, dat bijvoorbeeld Drees hem nooit wilde als minister in zijn kabinet, juist ook vanwege dat oorlogsverleden, dat toch iets niet lekker zat allemaal. Hij heeft destijds gezegd van werken in Duitsland tijdens de oorlog is een plicht voor iedere Nederlander. Nou, dat waren dingen die hem toch steeds nagedragen werden. Mm. Daarom dat grote gezag heeft hij daarom denk ik ook nooit verworven. Maar wat wel opvallend is, is dat dus die conventionele premiers Nederland door de jaren 60, ik heb het net gezegd, heen loodsen. Dat is toch wel verbazingwekkend, want Nederland is bezig aan een culturele revolutie, zal ik maar zeggen. En een bedaagd soort politici is aan de macht. Ja, de vraag is ook of ze doorhadden wat er allemaal aan de hand was. Of ze daar niet anders op hadden moeten inspelen. Wat ik me dus wel herinner, toen ik zelf op lagere school zat, de rellen in Amsterdam, de provo's, wat je toen allemaal had. En dat speelden wij na op het schoolplein. En dan speelde de ene helft politieagentje, de ander speelde dan de demonstrant. En dan met elkaar in elkaar. Dat was in die periode. Ik was vaak agent. Ja, mocht je harder slaan. Maar dat moesten zij wel doen. En of ze die tijdgeest allemaal even goed hebben aangevoeld, dat betwijfel ik. Ja, maar er was dus wel een verschil tussen, laten we zeggen, de kiezer en de agerende minderheid. Nou ja, je zag natuurlijk toen dat de steden nog veel minder prominent waren in de politiek dan dat ze nu zijn. Het CDA heeft natuurlijk ook altijd zijn voedingsbodem gehad buiten de grote steden. Ja, en dat breekt ze natuurlijk nu ook ontzettend op. Ja. Dat het zwaartepunt nu echt naar de steden en ook de problematiek van de steden is verschoven. De voorlopig laatste uit die lange rij katholieke regeringsleiders is in de jaren 60, en Frits noemde hem net al de meest onderschatte premier die Nederland heeft gehad, is de onderzeebootcommandant Piet de Jong. Te midden van een gezagscrisis met Provo, Dolomina's en andere protestbewegingen houdt hij zich 4 jaar staande. Onverstoorbaar, zo lijkt het. In een lange tv-toespraak in 1968 verdedigt de Jong uitbreiding van het defensieapparaat ten koste van meer geld voor onderwijs en zorg. Er zijn er onder ons die voorstander zijn van volstrekte geweldloosheid. En daar heeft de regering volledig begrip voor. Voor diegenen die werkelijk voor zichzelf bereid zijn om zich fysiek aan een overweldiging te onderwerpen. Dat heeft de regering begrip voor. Dat is een zuiver standpunt. Alleen voor de regering kan ze dat met de verantwoordelijkheid niet rijmen. Dat zou betekenen eenzijdige ontwapening, dat zou betekenen dat wij met onze verantwoordelijkheid een schijnvrede nastreefden. Dan zou op een goed moment toch een totalitaire overheersing over ons land komen. En dan zou de kille nacht van de dictatuur over het land dalen, zoals we op het ogenblik helaas in Tsjechoslowakije langzaam maar zeker zich zien voltrekken. En dit gaat nog een kwartier door. Hij wordt niet onderbroken door wie dan ook en laat staan een kritische journalist. Dat komt dus nog in 1968 kennelijk, Jenny. Nou, ik vind het wel indrukwekkend dat hij die tijd krijgt, maar ook neemt om mensen iets uit te leggen. Dat hij valt vaak in herhaling, hoor. Ja, nou ja, dat heb ik nog niet kunnen waarnemen. Maar hij begint wel met respect te hebben voor andere standpunten. En dat is, vind ik, bij uitstek ook de taak van de minister-president. Om iedereen toch in zijn kracht te zetten en niet anderen te veroordelen. Want je bent toch, vind ik, de minister-president van alle Nederlanders. En dat deed de Jong natuurlijk wel op een hele goede manier. Ja, Frits. Ja, een hele bijzondere man. Ik heb met deze man ook mogen werken. Ja. Begin maar kun je dat nu nog voorstellen dat een minister-president een kwartier lang de vloer krijgt om... Nederlanders zou... Je krijgt de vloer niet, maar Nederlanders zouden graag naar luisteren. Ja? Ben ik van overtuigd. Ja, Frits? Op internet kan het nog. Op televisie is het bijna ondenkbaar een kwartier lang zo'n speech van een minister-president. Maar hij zit op een soort scharnierpunt. Dan gaan de dingen toch wel veranderen. En met name ook de positie van de minister-president. Komt het nou omdat, laten we zeggen, pakket van die minister-president verandert? Of zijn het de omstandigheden? Is het de omweldiging? Ik heb het idee dat het met name door de grotere contacten van Nederlandse minister-presidenten met andere landen is en de andere rollen die de minister-president in
in die bestellen heeft, hè, dat het dat een grote invloed is geweest. En ook de televisie. En wat je bijvoorbeeld aan onze vriend Pieter Jong ziet, is dat hij ook niet ijdel is. Hij zit daar gewoon zichzelf te wezen, iets keurig uit te leggen. En eigenlijk is het hem om het even, of je het met hem eens bent of niet, hij vindt dat hij het zo moet doen. En dat is een soort van zelfvertrouwen, wat heel belangrijk is voor de minister-president. En denk ik in ons bestel ook de manier is waarop het moet. Ja. Hij is ook de bedenker overigens van de wekelijkse persconferentie van de minister-president, omdat hij het vervelend vond om thuis tijdens het eten van de aardappels om 6 uur 's avonds door allerlei journalisten gebeld te worden van hoe dingen in de ministerraad waren gaan. Toen heeft hij bedacht, nou laten we hem gewoon een persconferentie geven die nog steeds iedere week bestaat. Eind jaren 60 verandert de parlementaire verslaggeving. Programma's als KRO's Brandpunt en VPRO's Het Gat van Nederland brengen de politiek op een losse en minder onderdanige manier de huiskamer binnen. Kijk hoe premier Biesheuvel in 1972 door de VPRO wordt gevolgd tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Aalten. Bent u gespannen om meneer Biesheuvel te zien? Ik vind het in één woord prachtig, ja. Het is iets schitterends. Bent u lid van de Antirevolutionaire Partij? Wat zegt u? Ik ben bereid zo duidelijk mogelijk te zijn. En als het nog niet duidelijk genoeg is, dan zegt u het straks maar. En als u het niet eens bent met de duidelijkheid die ik nu over het voetlicht probeer te brengen, dan wil ik dat graag straks ook horen. Van de zijde van de oppositie, vooral van de zijde van de heer Den Uyl, wordt de kiezers wijsgemaakt dat dat, net nu ik aardig ga doen tegen Den Uyl, is het rolletje van de film op, zie ik. Ja, het rolletje van de film was op. Ja, want in die tijd draaien we nog op film. Frits, heb jij dat nog meegemaakt, op film draaien? Nee, hè? Dat was allemaal de VPRO is er nog vrij lang mee doorgaan. Maar daarna was het allemaal de eerste U-matic en weet ik wat allemaal. Maar het was een heel gedoe, dat weet ik nog wel uit eigen ervaring. Goed, hij was Mooie Barend, was zijn bijnaam onder huisvrouwen en misschien ook nog wel onder andere. Boerenzoon, antirevolutionair en Calvinist. Van 1971 tot 1973 leidt hij een kabinet vol sterke ego's, Molly Geertsema, Norbert Smeltzer, Dries van Acht. En dat ging hem niet echt goed af. Er werd hem gebrek aan leiderschap verweten. Ja, wat is dat eigenlijk, leiderschap voor een minister-president? Ja, leiderschap is voor mij dat als je naar iemand luistert, dat je hem overtuigend vindt, dat je hem vertrouwt. Zelfs als je misschien niet op die partij gekozen hebt, dat je toch denkt van deze persoon komt op voor de belangen van Nederland en ook voor mijn belangen. Ja. Maar ik vermoed dat om zo'n regeringsploeg bij elkaar te houden er nog wel iets anders nodig is, Frits. Nou kijk, premierschap, als je kijkt naar de takenportefeuille, dan is dat eigenlijk de makkelijkste. Dus kun je eigenlijk met twee vingers in de neus doen. Tenzij je er maar voor zorgt dat je al die lijnen bewaakt tussen al die verschillende ministers. En daar ook als een soort oliemannetje tussendoor loopt. En zorgt dat iedereen tot zijn recht komt en zelf een beetje die rol op de achtergrond kan vervullen. Wilt vervullen. Maar als het nodig is, ook ineens weer op de voorgrond springen. Het leiderschap is oliemannetje zijn. Nou, wat je nu zegt, is die achtergrond. En dat vind ik cruciaal. Want wat ik dus vind dat Barend Biesheuvel niet verstandig doet, is dat hij dan in zo'n speech plotseling enorm gaat hakken op de oppositiepartij. Eigenlijk vind ik, moet je daar een soort van distantie hebben. Hè, als je minister-president bent. En ook wat je nu bij minister-presidenten veel ziet, is dat men zelf alle krenten uit de pap pikt. Zelfs wegpikt van de eigen ministers in het kabinet. Dat betekent ook dat de Kamer, Tweede Kamer, gaat dan de minister ook voortdurend ter verantwoording roepen, de minister-president ter verantwoording roepen, als er dingen niet goed gaan. En eigenlijk moet je dus vanuit de achtergrond zorgen dat je je team laat schitteren, zonder dat je zelf voortdurend de spotlight zoekt. De minister-president moet eigenlijk zo min mogelijk in die Tweede Kamer komen. Ja. Er zijn minister-presidenten geweest, naam ontschiet me nou even, die gewoon dus alleen maar de algemene beschouwingen kwamen. Verder kwamen ze er niet. Leiderschap is vooral bescheidenheid, begrijp ik. Leiderschap is dienen aan je kabinet zijn. Ja. Ja. In 1973, voor het eerst sinds Drees, weer een periode met een PvdA-premier.
Joop den Uyl. 4 jaar lang leidt ome Joop het meest linkse kabinet uit de Nederlandse geschiedenis. Hij overleeft de olieboycott van 1973, de Lockheed-affaire met prins Bernhard en de sluiting van de abortuskliniek Bloemenhoven. Wat een toestanden in die tijd. De affaire rond oorlogsmisdadiger Pieter Mente vormt de opmaat voor een breuk tussen de minister van Justitie, Dries van Acht, en den Uyl. Het kabinet den Uyl valt voortijdig in maart 1977. Twee zenders zelfs. Beide zenders. Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de 6 ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. Ik kan alleen maar zeggen dat het voor mij als eerst verantwoordelijke voor het functioneren van dit kabinet de bitterste ervaring betekent. Het werk dat ik als een opdracht zag en zie. Fons en ik hebben er behoefte aan even je te zeggen dat de verklaring die jij zo even hebt afgelegd, dat wij die waardig en zelfs indrukwekkend hebben gevonden. Alors, dat willen we even kwijt. Het gaat je goed. Dag Joop. We hebben het gehad. Allemaal zeer bedankt voor de betoonde belangstelling. En wie een goed geweten heeft, die slaapt extra lekker. Ja, Frits, dat telefoongesprek van Acht met den Uyl. Wat denk je, in scène gezet of authentiek? Nou ja, er stonden camera's bij. Ik denk dat vannacht het gesprek, dat telefoontje ook wel gepleegd had, als er geen camera's bij hadden gestaan. En ja, als de camera's bij staan, dan wordt het toch altijd iets anders. Dan wordt het toch een beetje een toneelstukje. Maar was het niet een noodlots duo, die twee, den Uyl en vannacht? Ja, we waren geen dikke vrienden. Ja, er gebeurde natuurlijk van alles. En er was natuurlijk spanning. En je had de tijd van de loyalisten bij het CDA. En het wrong en het deed allemaal. En sommigen die dan wel weer meegingen, het kabinet van de AR, en anderen weer niet. En later het CDA en wording, dat speelde natuurlijk op de achtergrond allemaal mee in die jaren. En, Is daar niet eigenlijk de basis gelegd voor, laten we zeggen, die altijd schurende verhouding tussen de PvdA en het CDA? Het is nooit meer goed gekomen eigenlijk. Nee, ik denk dat het. Maar het waren natuurlijk ook, was wel de tijd van de polarisatie. Dus was den Uyl heel goed in. Den Uyl was natuurlijk bij uitstek iemand die voortdurend politiseerde en extreme probeerde helder te maken. En je moet je afvragen of dat nou de taak is van de minister-president. Maar jij vindt eigenlijk dat den Uyl het helemaal niet zo goed gedaan heeft. Ik ben meer ik moet eerlijk zeggen, wel lid geworden vanwege den Uyl, omdat ik een buitengewoon inspirerende man vond. Maar het is de vraag of een buitengewoon inspirerende man ook de meest getalenteerde is voor het minister-presidentschap. Maar toen je lid wordt, was je nog onschuldig, jong en onschuldig. Nou, onschuldig wil ik niet zeggen, maar wel jong. Ja, ja. Frits, dus eigenlijk niet zo'n goede premier den Uyl. Nou ja, kijk, het was wel een hele markante premier. Ja. En hij paste wel bij de tijdgeest van dat moment in de jaren 70. Maar wel iemand die nooit echt een premier van alle Nederlanders is geworden. Want hij kon ook mensen echt afstoten. Mensen die echt bij een fysieke walging bij die man kregen. Zoals later mensen dat weer bij Van Acht kregen. Ja, die door anderen weer heilig verklaard werd. Maar echt een premier van alle Nederlanders die Nederland door een tijdgeest kon loodsen, was het natuurlijk niet. Kijk, als het over leiderschap gaat, dan is dat ook vaak zoiets van, nou oké, als hij of zij het zegt, dan hoef je niet slaafs achteraan te lopen, maar dan zal het wel moeten. En dat was bij Nel natuurlijk niet zo, want als hij of zij iets poneerde, dan zeiden heel veel mensen, ja, ben je gek, die man, dat gaan we niet doen. Ja. Dus een man voor coalitiekabinetten die de boel bij elkaar moet houden, wat in Nederland altijd zo is, daarvoor was hij niet geschikt. Ja. Na de val van het kabinet den Uyl wordt eindeloos onderhandeld, jij zei het net al even, over een tweede samenwerking tussen Van Acht en den Uyl. De onderhandelingen zijn nog in volle gang als Van Acht een pact sluit met VVD'er Hans Wiegel. Dat gebeurt tijdens het befaamde overleg in het even befaamde Haagse restaurant Le Bistroquet. Gevolg, het kabinet Van Acht-Wiegel treedt aan in 1977. Waar het op aankomt is om met elkaar, parlement en regering, overheid en sociale partners, in een situatie waarin door het uit de band springen van de particuliere sector, als dat toch moet, hele knappe man, de collectieve sector, om dan met elkaar zo zorgvuldig mogelijk, vaak een heel ontwapenende man, minst bedeelden
naar wie uw en mijn en onze zorg allereerst uitgaat, daardoor... Maar politiek, een mysticus in de politiek. Terecht hebt u gezegd, terecht heeft de geachte gezegd, meneer de voorzitter, dat de collectieve sector voor het overgrote deel, de uitgaven daar gedaan, ten goede komen... Je weet wel wat hem drijft, maar waarheen, dat weet ik niet. De vraag, hoe men, op welke wijze men, bij onvermijdelijk geworden ingrepen in die collectieve sector, zoveel mogelijk recht kan doen. Ja, was het een mysticus in de politiek van acht, Gerry Verbeet? Ja, ik begreep hem nooit. En er waren natuurlijk een aantal punten in het beleid toen waar hij voor stond. Rond Bloemenhoven, dat noemde hij al, de sluiting van die abortuskliniek. Ja, dat vond ik verschrikkelijk dat gebeurde. Dat was echt een breekpunt, hè? Ja, ja. En ook voor mij ook alles rond oorlogsmisdadigers, ja. En de mogelijke vrijlating daarvan. Dus dat was in ons gezin, was de man daarmee, had zichzelf onmogelijk gemaakt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ook geen minister-president van alle Nederlanders. En ik vind dat punt wat Frits net maakte heel belangrijk, dat je in Nederland coalitieland, en dat zal het altijd zijn, moet je dus als minister-president nou juist dat wel tot stand brengen. Je moet boven de partijen uitstijgen. Ja. Kijken wat de VVD toen, of CDA toen met de VVD gedaan heeft, werd door links natuurlijk gezien als een soort verraad tijdens die formatie. Joop van Ed van Tijden, die daar een prachtig boek over geschreven heeft, hoe dat toen allemaal ging. Ineens was dat kabinet wel klaar. Ja. Als je kijkt, financieel-economisch was het een van de meest dramatische kabinetten die we ooit gehad hebben. Ik zie hem daar zitten in beeld. Frans Andriessen, minister van Financiën, is niet voor niks opgestapt. Omdat er veel te weinig werd bezuinigd. Ja. De begroting, de tekort liep gigantisch op in de jaren. Ja. En er zat een beeld blijven hangen van, dat was een briljant kabinet. Wat echt zaken deed, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Het was een dramatisch kabinet. Was dat typisch vanuit de linkse hoek, dat hij een draaikont werd genoemd, de achterlijke katholiek? Hij was katholiek, een beetje dat glibberige. Hij was een zuiderling, een zachte G. En ja, sprak in, op zich wel hele mooie termen, mooie woorden altijd. Ja. Maar je kon hem echt haten. Maar hij hield ook een soort afstand van de politiek, zogenaamd. Precies. Was hij daarmee een eerste populist, zou je kunnen zeggen? Nou, dat ik weet niet of alle populisten afstand houden van de politiek. Maar wel, hij was wel een beetje anti-Haags. En er gingen ook verhalen dat hij af en toe niet kwam, omdat hij zich niet gedisponeerd voelde voor Den Haag. Ja. Ja, dat kun je natuurlijk niet voorstellen. De hele ministerraad op Catshuis bijeen zat en vannacht lag nog wel op bed. Ja. En had ook dus een racefiets daar op het oude ministerie van Justitie staan toen hij minister was. Ja, dat was... De eerste die zich ook liet filmen op een racefiets en dat soort dingen deed. En Sociaaldemocraat Den Uyl was natuurlijk vooral een Calvinist. Hard werken, kaasbroodjes eten, karnemelk drinken. En vannacht een hedonist, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat Den Uyl nog nooit bij de bistroquet geweest is. En dat zou hij veel te duur vinden, zonder van het geld, denk ik. Ja. Duurt ook te lang, zo'n maaltijd dan. Ik hoor mijn moeder zeggen, zonder van het geld of zoiets. Ja. Mr. No Nonsense. Zou je hem kunnen noemen. Leidt tussen 82 en 94 drie kabinetten. Ruud Lubbers, briljant manager, gehaaid compromissen sluiter. Hij wil altijd even meedenken. Slecht verliezer. Hier zijn een paar flitsen uit het leven van Ruud Dermagger Lubbers. One day too late. Yes, I know. Yes. I know. To see Willem-Alexander skating. Yes. I'm very proud of him. Oh, I can imagine. It was enormous. I watched only television this year. Last year I was there in Leeuwarden, going around with an helicopter and so on and so forth. But this time, like most of the Dutch, I watched TV. It was enormous. Zou u nog even willen luisteren? De balans wordt pas op 1 november opgemaakt. Maar ook als dat ons tot een plaatsingsbesluit zou brengen, zeg ik u, die inzet. Niet minister Van der Broek, maar premier Lubbers staat steeds vaker prominent tussen de leiders van Europa. Zo ook dit weekende op de Eurotop. Maar wie heeft het nou echt voor het zeggen, vroeg D66-fractievoorzitter Van Mierlo zich vandaag in de Kamer af. Nog geen uur na de vragen van D66 bleek in dezelfde Kamer dat Van der Broek, Europa, door verblijf buitenslands opnieuw aan Lubbers moest overlaten. Mag ik u niet vragen of er niks aan de hand is tussen u en de heer Van der Broek? Nee, daar gaan we hier niet zo over praten. Hè? Dus we gaan een keurig een brief naar de Kamer en laten we het daar maar bij laten. Ja, Ruud Lubbers. Is dat nu de minister-president die steeds meer macht naar zich toe trekt? Nou, de omstandigheden door de ontwikkeling in Europa was dat wel zo. Hij was wel
Kijk, in Nederland is een premier de eerste onder de gelijken, maar in het buitenland is het wel de regeringsleider. Dan staat hij wel op datzelfde toneel met dezelfde mensen. En toen begon die rol ook te veranderen. Hij is ook heel vaak samen met Hans van den Broek naar het buitenland geweest. Maar het was wel steeds meer Lubbers die op de voorgrond trad. Ook in buitenlands beleid heeft later ook het grote conflict met Helmut Kohl Duitsland opgeleverd. Over de Oder-Neisse grens bij de hereenwording van Duitsland, West- en Oost-Duitsland. Maar hij ging zich op dat grote toneel met Margaret Thatcher en zo steeds meer bemoeien naar de hele kruisraketten-discussie die Nederland ook had. NAVO, Amerika, was hij natuurlijk wel het gezicht daarvan. Ja, en daarmee is de positie van de minister-president anders geworden in feite. Anders want zijn geworden. Opvolgers zitten in diezelfde positie. Ja, en ook ingewikkeld ten opzichte van de Kamer. Want uiteindelijk, de Kamer wordt dan geacht zeg maar het te bespreken met de bewindspersoon als het om Europa gaat. Maar de minister-president doet eigenlijk daar het woord. En steeds meer zie je nu ook dat de minister-president, dus voordat hij naar Europa gaat, naar de Europese vergadering, ook als hij weer terugkomt, verantwoording moet afleggen over wat daar besloten is. Maar kun je dan zeggen dat die minister eigenlijk een beetje meer van minister-president geworden is? Ja, en dat verhoudt zich dus totaal niet tot ons bestel. Dus dat vind ik zelf een hele ingewikkelde. Ik onderschat niet dat in Europa heel veel van die verantwoordelijkheid die in Nederland bij de ministers ligt, bij de minister-presidenten ligt. Frits, die minister-presidenten die in Europa zijn ze dan een beetje president van Nederland. Hè? Maar heeft dat dan ook neiging om andere beleidsterreinen een beetje naar zich toe te trekken? Ja, dat doen ze voor een deel wel. Kijk, tegelijkertijd, het hoort niet echt bij ons systeem, maar de minister-president krijgt eigenlijk wel, als hij de grootste wordt met zijn partij, een soort mandaat van de kiezer. Zo is het geworden. Het is eigenlijk de enige van je zeker weet dat je met je stem nog iets kunt doen. Wie later in het kabinet komen, ja, daar heb je geen invloed op als kiezer. Minister-president kun je nog een beetje sturen van wie wordt de grootste partij. Zag je bij de afgelopen verkiezingen ook weer. Roemer positioneerde zich als de nieuwe man in het torentje. Mark Rutte wilde blijven, Samson wilde het graag doen. Kortom, het is niet helemaal zuiver, maar het gebeurt wel op deze manier. En dan zie je ook dat de minister-president treinen naar zich toe gaan trekken. En dat er ook soms een heel verschillend beeld kan ontstaan over de minister-president in het binnenland en die in het buitenland. Balkenende die verguisd werd vaak in het binnenland, maar die redelijk populair was in Europa. He, bijna president van Europa op een gegeven moment. En dan waren de ambassadeurs in Nederland, dat kan er niet, Balkenende. Ja. Nou, dus dat beeld is heel anders. Overigens Lubbers, dat is wel aardig. Zijn eerste twee kabinetten, je zei zojuist ook de no-nonsense premier. Aan die term had hij zelf een hele grote hekel. Want hij vond het heel vervelend dat hij zo werd genoemd. En dat was ook na die twee kabinetten met de VVD, het laatste viel, dat hij per se met de Partij van de Arbeid verder wil. Ja. Wim Kok wordt halverwege de jaren 90 in het buitenland zo ongeveer gezien als de president van Nederland. Daar heb je het al. Niet in de laatste plaats vanwege het bewezen succes van zijn, zoals hij het noemde, poldermodel. Aan de zijde van president Clinton betraden ze het podium als de verkondigers van de nieuwe boodschap. De Italiaan D'Alema, de Brit Blair, de Duitser Schröder en premier Wim Kok, de architect van het poldermodel. In Washington geen gangbaar begrip. Die nieuwe koers heet daar nu de Third Way, de derde weg. Wim Kok from the Netherlands actually was doing all this before we were. He just didn't know that he didn't have anybody like Al Fromm who could put a good label on it. But he was doing it for years and years and years. En dat etiket is dus de derde weg, de succesvolle koers van Dapper Nieuw Links. Overleg, gemeenschapszin, verantwoordelijkheid, kansen waren de woorden die over tafel gingen. Kortom, het poldermodel dat premier Kok dan toch maar even in de etalagekast zette. We in the Netherlands are a little bit known about our so-called poldermodel. And of course we should not exaggerate that. That means that we have a kind of consensus society where we try at the community level, also at the national level, we are not that large, so we can do it easily. Try to at least convince each other and take common responsibility. Take a community approach. Gerdy Verbeet, een Nederlandse minister-president, moet vooral bescheidenheid betrachten. Maar daar zit hij toch maar, als een wereldleider, naast Clinton. Ja, dat was natuurlijk een prachtig visitekaartje voor Nederland. Want wij hadden natuurlijk een heel goed... Maar dan komt hij thuis en dan moet hij weer gewoon... Maar dan is hij dus soort president, denkt hij misschien wel. Nou, maar Wim Kok was natuurlijk niet een ijdele man. Ja, misschien wel een beetje ijdel, maar niet zo dat hij voortdurend erop uit was om in de Tweede Kamer te komen. Dus hij was wel heel voorzichtig om gedetailleerde uitspraken te doen over beleidsterreinen waar de ministers verantwoordelijk voor waren. En dat hield hij heel goed in het oog, dat hij voor de hoofdlijn was en voor het beeld naar buiten, maar dat de ministers gewoon het werk moesten doen. Ja, en probleem met de Tweede Kamer? Nee, en daar wilde hij ook eigenlijk liever maar niet komen, zo min mogelijk. Maar dat betekende ook dat hij niet altijd dingen die geslaagd waren naar zichzelf toetrok, maar er ook de ministers gewoon zo'n succes liet binnenhalen. Ja.
Maar goed, daar zit een staatsman. En die staatsman die krijgt misschien wel bepaalde ideeën van, ja, ik ben toch niet de eerste de beste. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hij acteert op dat grote wereldtoneel. Later minister-president zoals Balkenberg, G20 en noem alles maar op. Ja, en dan kom je in Nederland weer terug en dan moet je echt op dinsdagmiddag voor de meest onbenullige kamervraag moet je naar de Kamer toe komen. En dan krijgen ze wel iets van DD naar de Kamer, wat eigenlijk niet zou moeten. Maar dat overkwam Kok dus niet. Die kwam nauwelijks in de Kamer. En dat kwam omdat hij in het buitenland die rol vervulde, maar in het binnenland zijn ministers in positie bracht. En op het moment dat je niet zelf over allerlei onderwerpen wat roept, hoef je ook nooit naar de Kamer te komen. Want de Kamer is daar heel precies in. Het gaat om de minister die het in portefeuille heeft, die dan ook verantwoording moet afleggen. We gaan het even hebben over de man wiens naam al een paar keer gevallen is. Want schijnbaar vanuit het niets is daar in 2002 Jan-Peter Balkenende. In publieke optreden soms nogal klunzig, maar wellicht juist daardoor lange tijd populair en succesvol. Minister-president Balkenende, net als zijn CDA-voorganger Van Agt, even verguisd als bemind. Ik wil hier staan als premier die staat voor zijn besluiten. U heeft ook iets meegenomen, wat is dat? Mamma Mia. Mamma Mia uit de musical. De bekende musical, precies. Mamma Mia. Ik sta hier vandaag als premier, dat weet u. U claimt succes. Ja. En dat succes is niet terecht. Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Jij hebt mij in de tijd. Even bij een stukje luisteren en dan praten we erna over. Laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal het u precies uitleggen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Dus ik ben toen bewust een andere weg opgegaan. En zou ik dan geen antwoord kunnen krijgen op die vraag? Weet u wat ik dan wil met dit land? Ik wil er weer welvaart hebben. En dat mensen zekerheid hebben. En dat gaat om respect in de samenleving. Dat heb ik vorige week ook gezegd. En hoe verhoudt niet door elkaar, niet door elkaar. U zit nu ook nog te genieten? Ja. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch? Ja, toch. Ja, Frits, was die reputatie van klunzigheid, hij is ook wel het schoothondje genoemd, hè, op schoot bij Bush. Was dat terecht? Nou, wat ik altijd een beetje flauw vond, dat hij ook afgerekend werd op de manier waarop hij daar bij Bush stond. En hij stond misschien een beetje knullig en de man is niet de grootste atleet als je hem zo ziet. Maar om daar zo lang over door te gaan, heeft de media ook gedaan. Terwijl ze wel terugkwamen met het SG-schap van de NAVO in de portefeuille, in de binnenzak. Precies. Met Jaap Dop Scheffer, denk nou, ze hebben er wel goede zaken gedaan. Maar wat hem wel altijd bedreigt, hij heeft een Huzarenstukje uitgehaald een paar keer. Hè? Dat CDA zat ook helemaal in een verdom hoekje. Nou, Pim Fortuyn vermoord en daarna toch die stabiliteit voor een deel weten te bieden. En hij had niet door wanneer zijn eigen houdbaarheidsdatum geweest was. En dat was bij de verkiezingen in 2010. Als Kamervoorzitter heb jij hem natuurlijk van heel nabij meegemaakt. Nou, kijk, waar ik moeite mee had, is dat hij volgens mij als een van de eerste actief het is gaan hebben over CDA-ministers. En heel erg de CDA minister-president was. En dat kan niet. En ik kan me nog herinneren dat er ooit een met sociale partners een contract gesloten is. Dat was echt uitonderhandeld door Gerrit Salm van de VVD. En dat werd toen door hem gepresenteerd. Dat vind ik niet verstandig. Je moet als minister-president, dan ben je, vind ik, is mijn opvatting, een dienaar van de kroon. En dat zijn ook alle ministers. Moet je niet iedere keer die partijpolitiek daar zo intrekken. Dan kom je er niet uit. Frits, ik zie knikken. Dat was ook heel opvallend. Toen het laatste kabinet Balkenende met de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Als er dan besluiten waren genomen in de ministerraad, of vaak al voordat ze waren genomen, werd heel erg gespind naar ons toe als journalisten. Van dat heeft die binnengehaald, het is van het CDA, de Partij van de Arbeid om de Weeromstuit ging precies hetzelfde doen. En dat was voor de homogeniteit in dat kabinet natuurlijk dramatisch. Dat heeft zich uiteindelijk ook gebroken. En dan zei de ene minister tegen mij hele verhalen, dat over die andere en dat over een weer. Ja, dat was voor ons voel voor verhalen in het nieuws natuurlijk. Maar voor het kabinet, het was leuk voor de krant, maar een ramp voor het land om met Willem Breedveld te spreken. En dus. Dat was ongelooflijk onhandig. Mark Rutte deed dat veel slimmer. Toen was het gewoon over. Die kon zich heel erg ergeren als iets lekte. Nou, daar leven wij wel een beetje van. Maar die was wel meer premier van het kabinet. En die liet ook gewoon in de Kamer zijn punten maken. Ja. Balkenende, die kon urenlang doorgaan. Dat gaf aversie in de Kamer. Mensen werden chagrijnig. Rutte zegt op een gegeven moment gewoon, nou ja, oké, dan zijn we het hier niet over eens. Maar als er dan een besluit werd genomen, zoals bijvoorbeeld die missie in Kunduz, met steun van GroenLinks, dan gaf hij ook duidelijk toe in de Kamer dat die missie was verbeterd door de inbreng van GroenLinks. Dat is ook tactiek. Maar hij gaf mensen ook credits als premier. Ja. En dat deed Balkenende nooit. Niet de functie maakt de man, maar de man maakt de functie. En dat blijft gelden ook voor de man die nog steeds een hoofdrol speelt in de Nederlandse politiek, de eerder genoemde Mark Rutte.
50 miljard netto. Op het totaalpakket van 109 miljard tot en met 2014. Nou, ja, als u het zo wilt zien. Ja, dit is wel een fout, ja. Ja, ik ben er vandaag 8 uur mee bezig geweest, dus ik zit goed in de cijfers. Ik kan me voorstellen dat u nog even aan boord moet komen, maar het klopt allemaal, kan ik u zeggen. Het hoort ook bij leiderschap te zeggen. Excuus. Ja, wat ar. Ja, maar doe eens normaal, man. Wat ar. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. En voorzitter, ja... Lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Nee, doet u eens normaal. Toch niet praten over de premier. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap? Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd, dan, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Ik ben hier volkomen rustig. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen die de politieke samenwerking zijn aangegaan, uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. En dan houdt het op. En ik zou nog heel graag willen dat u alle twee probeert op een behoorlijke manier met elkaar van gedachten te wisselen. En niet op deze manier elkaar toe te spreken. Alsjeblieft. Het woord is aan de minister-president. Voorzitter. Gerdy, hier kapittel je als het ware die twee heren. Maar dus ook de minister-president, de Kamervoorzitter, boven de minister-president. Zo hoort het. Nou, in dat debat wel. Ik leid het debat. En ik vind dat ze dus alle twee via de voorzitter hadden moeten spreken. En dan was dit ook niet op deze manier zo gegaan. Ja. Op zich vind ik, je ziet wel dat die twee elkaar dus kennen. Een lange traditie samen in de VVD-fractie hebben gehad. Ik denk dat ze toen dit soort akkefietjes ook weer samen gehad hebben. Dan snap ik wel dat je in zo'n patroon van elkaar rechtstreeks aanspreken, zoals wij dat nu ook doen, dat je daarin terugvalt. Heb ik wel begrip voor. Maar dit moet je natuurlijk zo niet doen. Maar over en weer niet. Ja. Ik heb uit jouw eerdere opmerking begrepen dat je er niet voor zou zijn als de positie van de minister-president grondwettelijk zou worden vastgelegd. Dat hij als het ware dat zijn bevoegdheden nader werden omschreven en misschien wel uitgebreid werden. Nou, als je dat doet, dan moet je het hele bestel veranderen. Je kunt dat niet in isolement veranderen. Want dan haal je eigenlijk onze hele staatsinrichting door de war. Ja. Gekozen minister-president, want Frits, laten we eerlijk zijn, RTL, jullie hebben een beetje de agenda bepaald, of een beetje veel zelfs. En het is dus eigenlijk een soort minister-presidentenverkiezing geworden. Dus is het niet beter om ze dan maar gewoon rechtstreeks te kiezen? Ja, kijk, doen ze daar zelf natuurlijk al aan mee, hè? Van ik wil naar het torentje, ik wil weer minister-president worden, ik wil mijn naam aan een kabinet geven, ik wil, als we gaan regeren, zegt Samson, dan wil ik de minister-president worden. Dus het is al iets van stem op mij, want dan word ik wel misschien wel minister-president. Dat zie je ook in het tactisch stemmen van mensen die dan denken, nou, van de SP, ja, Roemer gaat het waarschijnlijk niet redden, dan toch een linkse premier een torentje te krijgen. En dan Diederik Samson. Dus ze doen het zelf. Nou, wij doen er voor een deel ook wel aan mee. Dat geef ik eerlijk toe. We noemen het ook het premiersdebat van vier mannen die willen vier premier worden. Ja, je kunt ervoor zijn om een rechtstreeks te kiezen, maar dan moet je wel heel goed nadenken hoe je dat gaat doen. Want dan moet je ook een mandaat hebben, hij of zij. Dan moet hij ook ministers kunnen ontslaan. Dan moet hij een eigen programma hebben. En naast het kiezen op stemmen op partijen, ook nog een keer de minister-president stemmen. Kun je ook een situatie krijgen dat je een rechtse minister-president krijgt met meerderheid voor linkse partijen. Dus het is precies dus wat Gerdy van Beek... is het denk ik niet. En je moet het hele systeem moet je omgooien. Of je gooit het helemaal om. Of je laat het langzaam wat evolueren in de tijd. En ja, die positie internationaal verandert. Maar pas wel op wat je ermee doet precies. Ja, maar dan vind ik wel dat jij er ook een verantwoordelijkheid in hebt als journalist. En ik vond wel dat die keuze voor die vier... vond ik wel heel riskant hoor. En er blijkt toch dat maar 5% van de mensen strategisch stemt. Dus ik vind wel dat je daarmee andere geschikte kandidaten eigenlijk mogelijkheid om zich te presenteren een beetje hebt. Maar daarvoor waren het andere debatten, ook andere programma's. Kijk, we hebben bijvoorbeeld 2006 hebben alleen Bos en Balkenende gedaan. Van die willen beide tegen elkaar, de een daagt de ander uit. Nou, daarnaast hebben we ook een debat met 8. We hebben Kok Bolkestein gedaan. Ja. Soms met 4, want met 12 mensen kun je niet debatteren. Gerdy vindt het niks hoor. Nee. Nee, maar ik ga echt niet met 12 mensen debatteren. Nee, okay. Ik moet het wel. Nog even, Gerdy, stel je nou eens voor, hè? Er is nog nooit een vrouwelijke premier in Nederland geweest. Nee. De formatie is nog in volle gang. En plotseling blijkt, om wat voor reden ook, dat er een beroep op jou wordt gedaan om premier van Nederland te worden. Kunnen we op je rekenen? Nee, dat is niet. Jawel. Het ligt helemaal niet voor de hand. Het ligt niet voor de hand, maar je zegt geen nee. Nee. Ja, ik wil best nee zeggen. Nou ja, hoe dan ook.
Wie het verleden kent, begrijpt het heden. En, tenminste, dat hopen we maar. En hopelijk ook een beetje de toekomst. Zelfs in de politiek. Bedankt Gerry Verbeet en bedankt Frits Wester. En tot een volgende aflevering van Vierkante Ogen.